komen we nog even terug op de verkiezingen. Want ook Nederlanders die voor korte tijd in het buitenland zitten, kunnen vandaag hun stem laten uitbrengen. En dat gaat dan met een volmacht. Het Nederlands elftal in Zuid-Afrika heeft uiteraard ook die mogelijkheid. Maar dat kan de meeste spelers weinig schelen. Die hebben heel andere dingen aan hun hoofd. De bondscoach zal via volmacht wel zijn stem uitbrengen, maar de meeste internationals laten de verkiezingen aan zich voorbij gaan. Ik ga niet stemmen. Ik heb zo'n formulier opgestuurd gekregen en die heb ik alleen ondertekend. En er zal voor mij gestemd worden, maar wat dat zal zijn, dat is niet bekend. Ik kan volgens mij niet stemmen, want ik moet naar het Nederlands consulaat in München, dus dat lukt me sowieso niet. Het is duidelijk, de spelers hebben hun hoofd meer bij het voetbal en dat is misschien maar beter ook. Ja! Maar hebben ze dan ook helemaal niets met politiek? Nee, politiek is niet mijn ding. Dus ik kan nu wel heel leuk in de camera gaan zeggen van ja, ik stem op die en die. Maar dan lieg ik en ik hou niet van liegen. Heb je bijvoorbeeld een mening over Wilders? Wie is dat? Nee, wie is dat? Geert Wilders? Ja, nou, ken ik niet. Overigens hadden de spelers gewoon kunnen stemmen in Zuid-Afrika, als ze dat maar van tevoren hadden aangegeven. Een gemiste kans.